Vandaag film ik voor het eerst met de GoPro Karma Grip. Een grip voor de GoPro die het beeld stabiliseert. Het is een gimbal waar de camera in hangt uiteindelijk. Zoals je ziet probeert hij de camera stabiel te houden terwijl de grip beweegt. Daar loop ik vandaag een rondje mee om te kijken wat voor beeldkwaliteit dat oplevert. Deze ochtend onderweg voor een herstel loopje. Lekker rustig tempo. Gewoon een beetje beweging in de benen houden. En meteen de kans om de nieuwe GoPro Karma Grip uit te testen. Die voor een wat stabieler beeld zou moeten zorgen als het goed is. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien straks. Hier zien jullie ook meteen een stukje van mijn vaste trainingsrondje weer in Utrecht. Het is geen trail, het is wel een mooi stukje. Zo zit het trainingsrondje erop. Brengt de week op goede 100 kilometer. En met 45 fietskilometer is het bij met CrossFit. Dat is een hele nette trainingsweek. Ik moet wennen om met de GoPro Karma Grip te lopen. Ik hoop dat de beeldstabilisatie goed werkt. Ik moet nog een beetje uitvinden hoe het allemaal het beste te gebruiken is. Ik denk niet dat ik hem snel op een loopje mee zal nemen, want dat is best zwaar. Dus het is leuk om te gebruiken als ik bewust een loopevenement ga filmen. Om het helemaal mee te nemen is die